Sinds jaar en dag verzorgt hij al het entertainment nieuws natuurlijk in het blad Weekend. Maar ook bij ons hier op de radio op de vrijdagochtend. En zo heel sporadisch... Komt hij langs? Komt zijn autootje zo'n beetje tuftat door Flevoland. Het is alweer een tijd geleden. En dan maakt hij even een tussenstopje. Want jij bent natuurlijk Bart Ettenkoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent ook niet een kind van de jaren 90, maar in de jaren 90 is wel de eerste stap gezet in jouw carrière. Ik ben een kind van de jaren 70, maar in de jaren 90 ging ik inderdaad, zet ik mijn eerste stappen in de showbiz-wereld, zoals die zo leuk heet. Ja. Wat heb jij gedaan? Wat was jouw eerste? Was dat echt David Harkema in goede tijden, slechte tijden? Ach, daar zie ik het ook wel. Ja. Grappig dit, jongens. Ja, leuk. Dit was wel het eerste echte landelijk. Ik had daarvoor al wel wat films gemaakt voor de Icon destijds. Het waren jongere films. En aan de hand daarvan ben ik ook eigenlijk door Harry Klooster, die toen de casting deed van Goede Tijden, Slechte Tijden, jarenlang uitgenodigd om eens te komen praten. En nou ja, toen is dit ervan geworden. En dit is wel een soort life-changing moment geweest voor mij. Want je moet je voorstellen dat Goede Tijden, Slechte Tijden op dat moment gewoon 2 miljoen tot 3 miljoen kijkers had iedere dag. En dus dat deed wel wat met je leven. Ik was zelf 19 hier. Je zag er wel ouder uit, hè? Vind je niet? Ja, als je het zo terugziet? Dat was styling. Hadden ze dat natuurlijk gedaan. Ik moest een soort van ideale schoonzoon. Ik was schrijver. Althans, ik moest me voordoen als schrijver. Dus ik had altijd hele nette kleding aan. Het was bepaald geen fashionable hoogstandje. Dus ik was ook altijd een beetje jaloers op Arnie en op Peter. Oh, die mochten de naf-naf. Die zagen altijd in de... Ja, precies. Die zagen er volgens de laatste trends naf-naf. Inge Ypenburg. Jazeker. Ja, Inge heeft mij eigenlijk geïntroduceerd. Ik was eigenlijk in dienst van Inge Ypenburg om het leven van Helen Helmink zuur te maken. Dat was eigenlijk een beetje globaal gezien mijn rol. Hoe lang heb je erin gezet, Bart? Een jaar. Ja. En, maar je kon echt de straat niet meer over. Je was ook nog een beetje naar persoon natuurlijk. Want je wilde iemand levend begraven. Maar Loes Fluitsma, nou ja. Ja, ik weet, want je moet je voorstellen. Dat was een Australische serie die ze vertaald hebben naar Nederland. Ryan's Hope was en ik dat? Werd toen, en ik werd toen, toen Harry mij belde voor deze rol. Zei hij, ik wil je één ding erbij vertellen. De jongen die deze rol in Australië heeft gespeeld. Heeft op een gegeven moment langs de kant van de weg gestaan met pech. En niemand heeft hem geholpen. Die heeft daar dagen gestaan. Ja. Die was zo uitgekotst door alles iedereen. Dus hij zegt, dat moet je wel realiseren. Dus het was inderdaad wel zo dat ik af en toe, ik had nog geen rijbewijs, dus ik moest ook nog met openbaar vervoer. Dan ging ik in de trein zitten. En dan schoven mensen echt een stukje op. Die gingen echt ergens anders zitten. Of in een restaurant dat je niet geholpen werd. Nou, zover was het nog niet. En of het was de andere kant op. Dus of mensen deden een stapje opzij. Of mensen doken bovenop je en wilden alles van je weten. En handtekeningen. En het waren hele rare tijden waar ik nog wel eens aan moet terugdenken. Ook omdat... ik zat laatst nog bijvoorbeeld... Het is gewoon 30 jaar geleden ook, hè? Dat kun je toch niet voorstellen? Haast? Nee, maar ik zat laatst... Zag ik ergens toevallig een foto van een telefooncel. Die dingen bestaan nu überhaupt niet meer. Nee. Maar dan, in onze tijd moest je nog bellen als je te laat was ergens of weet ik veel wat. Dus ik stond op een gegeven moment te bellen. En dan rukten mensen echt die telefoonceldeur open. Zat ik midden in een gesprek. En dan zei ze, mag ik even een handtekening? En ben je vanuit? Nee, dus het waren hele hysterische taferelen. Maar vond je het jammer dat je eruit moest eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat je zit er dan lekker in zo'n jaar. Het is heel populair. Mensen zien jou, zetten je op een soort voetstuk. Want ja, dat is toch een acteur uit zo'n serie. Ja, nou het was een beetje voor mij een twijfel. Ik werd dus gevraagd voor deze rol. En ik wist van tevoren, dit duurt een jaar. Want, ja. Nogmaals, het was een Australische serie. Dus ze wisten van tevoren toen nog precies hoe lang je erin zou zitten. Dus het was eigenlijk keuze of dit, of wachten op een rol die misschien langer was. Maar ja, dan kon het ook zijn dat die aan je neus voorbij ging. Dat je helemaal buiten de pot piste. Maar jij wilde het ook heel graag, dat acteren en dat wereldje in? Nou ja, wel het wereldje in. Acteren niet per se. Wat het ook maar was, als je het wereldje maar in. Nee, ja, maar dit kwam zo op mijn pad. Wat ik zei, ik had al wat films geacteerd voor de Icon. Dus ik vond het wel heel leuk. En het smaakte wel naar meer. En toen, wat een fijne foto dit. Ja, is mooi, hè? En... Maar Bart, je doet ontzettend veel. Maar wat wil je doen als je later groot bent dan? Nu? Ja? Nou, zo min mogelijk.
Zo min mogelijk. Ja, zo min mogelijk. En maar presenteren. Vooral van het leven genieten. Nee, joh, dat soort ambities heb ik helemaal niet meer. Ik heb gepresenteerd na goede tijden. Ja. Heb ik de Rabo Top 40 een paar jaar mogen doen. Wat ontzettend leuk was. Ik weet al wat ik wil zeggen. Ja, ik weet wat jij wil zeggen. Ja. Daartussen zat ook nog iets, wil jij nu zeggen. Ja, ik heb ooit het internet leren kennen. Dankzij Bart Ettenkamp. Hij presenteerde namelijk het programma Dubbelklik. Dubbelklik? Ja, dan zei hij van, dit is een computermuis. Als je daarop klikt en dan weet je, dubbelklik. Nou, zo was het ermee. Maar dat wist toen nog niemand dat een muis was. Nee, dat klopt. Aan jouw gezicht zien, wist je het zelf ook niet. Nee. Maar dat was niet helemaal jouw ding. Ik had geen idee. Nee, maar goed, je hebt die programma's gepresenteerd allemaal natuurlijk. Ja. Maar qua acteren is het eigenlijk nooit meer... Heb je nog wel eens dat dingen wel eens in een Sinterklaasfilm, Martijn van Ellestein? Ja, ik heb nog wel Sinterklaasfilms gemaakt. Ja. En ik heb ook nog wel eens een serie voor Veronica gedaan... waarvan de namen nu even is ontschoten. Take-off? Die over die vliegtuigmaatschappij? Nee. Waar Sophia de Boer in zat? Want die was toevallig... Ja, maar die zat er wel in. En Tatjana zat erin. Nou, dan moet dat denk ik take-off zijn geweest. Nou goed, dat is ook Caroline de Bruin en zo Erik de Vogel. Die waren toen al daar een stelletje. En daarna is dat in goede tijden verder gegroeid. Maar goed, je hebt wel wat gastrollen gespeeld en nog wat films gedaan. Ja, maar ik heb daarna vooral inderdaad gepresenteerd. En het acteren een beetje achter me gelaten. Want daar lag toch niet helemaal mijn talent. Nee, maar je talent ligt wel bij het hoofdredacteurschap van Weekend. Dat doe je ook alweer een aantal jaar. Eerst als dat junkt en nu hoofdredacteur. Ja. Bijna 10 jaar al. Ja. Ja. En dat is ook natuurlijk weer een heel andere tak van sport. Dat is de schrijvende journalistiek. En... Ja, maar ik was al wel heel lang eindredacteur geweest bij en Shownieuws en later bij Boulevard. Dus ik zat al wel zeg maar in dat entertainment nieuws brengen. En of je dat dan in een blad doet of 's avonds op televisie, dat maakt op zich niet zoveel uit. En door Weekend ben ik nu natuurlijk ook weer bij Shownieuws terechtgekomen. Ja, dat doe je ook alweer een tijdje inmiddels. Ja. Ja, dus... Gaat dat goed samen, dat schrijven voor Weekend? En wat ik kan ook voor dat je denkt... Ja, maar dat primeurtje wat ik nu vanavond in Shownieuws... dat wilde ik eigenlijk voor mijn blad bewaren of andersom. Nee, je moet het echt wel... Ik zie het wel als twee losse dingen. Als ik een grote primeur heb, dan gaat die gewoon naar het blad. En dan kunnen we die natuurlijk wel leuk op dinsdag of woensdagavond... ook in Shownieuws brengen. Maar bij groot nieuws doe ik dat dan wel in overleg, wat ik net zeg. Hè. Dus dan bel ik de hoofdredacteur van Shownieuws... zeg ik, nou, ik heb dan en dan dat verhaal... En daar kunnen we volgens mij ook in Shownieuws wel wat mee aan zorgen. Want natuurlijk wel dat ik er die avond dan zit om daar zelf wat over te vertellen. Dus dat gaat eigenlijk heel goed hand in hand samen. Ja. En ik merk ook wel dat je gewoon, doordat je weer regelmatig op televisie bent een aantal avonden per week, dat toch ook weer meer verhalen tot je komen. Omdat mensen, je bent toch veel zichtbaarder als hoofdredacteur. Ja. Dus mensen zien jou 's avonds en denken dan, oh wacht eens even, maar ik zag gisteren die en die samen zoenen. Laat ik hem even mailen. Oh, ja. Terwijl als je natuurlijk niet zichtbaar bent en gewoon alleen maar hoofdredacteur bent en een column schrijft aan het begin van je blad, dan zullen mensen je wat minder snel benaderen. Nu weten mensen dat de lijntjes zijn korter. En de afstand is ook, hoe zeg je dat? Je bent toegankelijker voor Hoeveel mensen. Hoeveel contacten heb je in je telefoon? Ik heb geen idee. Dat zullen wel heel veel zijn. Ja, maar ik ben ook altijd als de dood dat ik hem kwijtraak, die telefoon. Dat je dan een backupje maakt. Niet alleen voor dat iemand anders dat dan vindt. Ik doe dat in de zomervakantie. Als ik dan op het strand lig, dan schrijf ik alles in mijn zwarte boekje. Schrijf ik alles over wat er nieuw bij is gekomen. Ja. En dan heb ik na de zomer weer up-to-date. Ja. Maar als je dat boekje kwijtraakt? Ja, niet. Nee, die 9 telefoonnummers is natuurlijk enkel uit mijn hoofd. Praten zo meteen verder, want er is ook wel wat shownieuws natuurlijk... waar we altijd over weten te babbelen. Intussen smikkelen en smullen wij heerlijk van een verse muffin. Ja, lekker, dankjewel. Wel een leuke opmerking, of niet? En we hebben even de foto van toen vervangen voor een foto van nu. Dus nu is het... Als je Bart Ettenkamp niet leuk vindt, heb je pech, want dan zie je hem 2 keer in beeld. Bart Ettenkamp dus hier in de studio. Ja, shownieuws, dat kleeft natuurlijk aan jou. Daar ben je dag en nacht mee bezig. Iedereen zit op Ibiza, toch, of niet? Ja, is wel heel veel, ja. Het is, en Italië is dit jaar ontzettend intrek. Ja. Omdat dat natuurlijk heel lang groen is gebleven. Ja, vandaag weer geel, geloof ik. Hè? Maar nu weer op geel is gesprongen. Maar dat was heel lang groen. Ik was er zelf ook vorige week. Ja. En toen hoorde ik inderdaad... Oh, Chantal Jansen is in de stad, hoorde ik van iemand. Oh, echt waar? En op dit moment zit Albert Verlinde daar. En ik zag Gordon daar heerlijk in Villa Cora zitten. Dat is het beroemde hotel waar Stevie Meijs vorig jaar trouwde. In het zwembad. In het zwembad, precies. Heb je toch een leuke vakantie gehad?
Of ik een leuke... Ja, ik heb een hartstikke leuke vakantie gehad. Ja, want ik ben ze allemaal niet tegengekomen. Altijd goed. Dus, maar de Italië is wel na Ibiza, denk ik, de nummer 2 bestemming. Maar het is een groot land. Waar zitten ze dan precies? Sicilië? Waar moet allemaal, je toch wel Florence. Oh, ja. En Puglia. Oh, ja, Puglia. Dat soort plekken zoeken de sterren. Dat is het nieuwe Ibiza voor de hotspot. Voor de merk je wel. Maar ja, dat is gewoon waar minder corona is natuurlijk. Dat is het. Het is een rekenzommetje. Ja. Ja. Toch? En Ibiza, ja, dan zie je toch een beetje op elkaar gestapeld met z'n allen wel. Ja, maar dat is ook een beetje voorbij, denk ik. Dat mensen die nu nog steeds zeggen dat Ibiza heel hot is, dat... Nee, ik heb juist weer een beetje de indruk dat het wel weer aan het weggaan is daar. En meer naar Griekenland en Italië aan het toetrekken is. Mykonos, ook een hele populaire bestemming onder de sterren. Dus, maar ook heel veel mensen die toch ook in eigen land zijn gebleven, hoor. Ja, ik zie ook toch wel heel veel mensen zijn. Die lekker naar de Waddeneilanden of naar de Veluwe zijn gegaan. En... Ook heerlijk toeven. Ook heerlijk toeven, ja. Nu nog een zonnetje. Even die zomer, want wij hebben natuurlijk in de journalistiek... dan heb je het vaak over de komkommertijd, er is weinig nieuws. Werkt dat in de entertainment-industrie precies hetzelfde? Ja, en toch gebeurt er iedere keer wel weer wat... waardoor je of een blad weet te vullen of dat programma weet te vullen 's avonds. Dus dat is hebben, dan schiet Leeuw Kleine weer uit de bocht... en dan kan je daar weer avondenlang over praten en jezelf weer over opwinden. Dus er is eigenlijk altijd wel, toch zijn er toch wel weer dingen... dat je zegt van, oh grappig, maar het is wel komkommertijd, dat merk je wel. Ik bedoel, het is... Het aanbod is graag. Maar zo'n shownieuws waar jij in zit, dat gaat elke dag maar door. Ja, elke dag maar door. Ook in de zomer, ook met de kerst, ook met alle andere dagen. Gewoon... Ja, 365 dagen, avonden per week zitten we daar. En dat zeg ik net, er gebeurt dus altijd wel wat weer. En de ene keer is het natuurlijk sappiger en juicier dan de andere keer. Welk eigen verhaal ben je het meest trots op? Jeetje, nou, dat kan ik zo 1, 2, 3 niet op. Is niet een scoop waarvan je zegt, van, dat vind ik zo geweldig dat ik dat had? Nou, ik vond het eerder dit jaar heel grappig dat Marco Borsato dat interview deed bij Linda de Mol op de bank. En vertelde dat het toch allemaal heel moeilijk was. En dat hij hoopte dat het nog goed kwam tussen hem en Leontien. En dat op datzelfde moment Leontien naast hem op... Heel professioneel. Heel professioneel dit. Leontien naast hem op de bank zat. Want onze fotograaf kwam erachter dat zij gewoon in Alkmaar in zijn penthouse mee zat te kijken naast hem op de bank naar datzelfde interview. En dat was eigenlijk, dus toen hebben wij gezegd, nou, ze zijn eigenlijk alweer gewoon aan het daten. En datzelfde weekend zijn ze ook samen lekker uit eten geweest. En is Marco ook met Leontien meegegaan naar het Gooi waar zij nog steeds woont. Dus dat vond ik toen wel een heel leuk verhaal om te kunnen brengen. Ja. Omdat hij natuurlijk naar de buitenwereld toe nog steeds deed. Alsof het, nou ja, dat hij het wel hoopte, maar bleef proberen. En dat het een soort ultieme droom was dat ze ooit nog weer bij elkaar zouden komen. En we weten inmiddels allemaal, ze zijn gewoon weer lekker bij elkaar. Ja. En zijn er ook BN'ers of sterren die je graag had willen spreken, maar die zo'n blad gewoon weigeren? Dus als je zegt, nou, dat doe ik. We hadden bijvoorbeeld Ron Brandsteder, die staat bijvoorbeeld niet zo happig op. Nee. Op interviews en dat soort bladen. Want ja, hij was toen in die André Hazes documentaire te zien. En mensen dachten, hij was een beetje afgevallen. Ja, ja. Van, is hij ziek? Hè? Evert Zantegoed, die ook bij jou in Shorning zat, die was daar natuurlijk druk mee achteraan ook. Maar daar komt dan helemaal geen respons. Nee, Ron is denk ik in de afgelopen jaren met zijn... Ja, die heeft natuurlijk een huwelijkscrisis gehad. En moeilijke momenten. En is een paar keer dronken de vecht ingereden, geloof ik. Dus toen is hij natuurlijk wel achtervolgd door de bladen. En dat... Maar is dat daardoor gekomen? Zorgt wel, denk ik, dat hij op een gegeven moment heeft gezegd, ik wilde die mensen nooit meer zien of spreken. Mm. Dus die staat er inderdaad niet te trappelen als we hem bellen. Dat klopt. Maar verder moet ik zeggen dat mensen heel toegankelijk zijn. Ja, als ze iets nodig hebben. Of als ze het kunnen gebruiken. Ja, maar ook wel. Mensen begrijpen inmiddels ook wel dat we ook bellen als ze in scheiding liggen of als het minder goed met ze gaat. Mm. Dus ik denk toch wel. En ik zeg ook altijd, joh, je mag het van tevoren lezen als ze dat heel graag willen. Want er is natuurlijk wel enig wantrouwen richting de roddelpers altijd. Ze denken altijd, ja, dan komt er weer een kop boven. Of dan gaan ze iets, hè? Bedoel, je zegt in een gesprek snel iets en als je dat dan geschreven ziet staan, kan dat soms heel anders overkomen. Ja. Dus ik zeg altijd, je mag het gewoon lezen en dan meestal... Publiceren we het alsnog. Halen we het er alsnog niet uit. Ja, halen we het er alsnog niet uit. Ja, hartstikke. Nee, dus dat doen we wel. Maar één naam die je nog heel graag zou willen, dat je denkt, nou, als ik 10 nou eens... Nee, is dat echt zo'n moeilijke vraag? Ja, iedereen die we willen hebben, dat lukt wel, hoor. Ja? Ja, zo spannend is het allemaal niet in Nederland. Nee. Maar goed, het kan wel zijn dat je een buitenlandse... dat je zegt, nou, zo'n actrice of die presentator... dat zou ik toch wel heel tof vinden als ik die nog eens een keer mag interviewen.
Ik ben zelf heel groot fan van Graham Norton bijvoorbeeld. Oh ja, dat lijkt me niet zo moeilijk, toch? Nee, ik denk dat hij redelijk toegankelijk is. Maar ik denk dat hij is voor ons lezerspubliek niet heel interessant. Hè? Dus wat dat betreft staat hij niet hoog op dat lijstje. Nee. Maar persoonlijk vind ik hem zo geweldig. En zou ik hem graag een keer... Welke ster op de cover garandeert een goede verkoop? Marco Leontien en tot ieders grote verbazing misschien wel de familie Hazes doet het ook nog altijd heel goed. Terwijl er toch heel veel mensen roepen, ik ben daar klaar mee. Ik wil niks meer over die mensen horen en lezen. Hazes, moe. Maar André en zijn moeder doen het nog altijd prima. En is er een verschil tussen de sterren toen en nu? Want je ziet heel vaak de oudere garde, zal ik maar zeggen. Hè? Die zie je heel vaak nog in die bladen staan. Vinden ze ook vaak leuk. Doen die nieuwe net zo graag mee? Is dat net zo makkelijk als die? Ja. Maar ik ben altijd heel blij met de oude garde. Ik heb een heel leuk gesprek met Lee Towers gehad. Dat is toch super? Ja, ja. Hoe is het met Leen? Gaat hartstikke goed. Ja. Ook de jongste niet meer. Nee. Ziet er wel goed uit, vind ik. Ziet er nog... Ja, ik vind hem er onveranderd uit. Ja, vind ik ook. Hij zit al 10 jaar stil qua hoe hij eruit ziet. Wel een lastig jaar gehad natuurlijk qua corona. Hè. Ja. Hij zit vol in de doelgroep qua zorgen. Ja. Maar is nu gewoon lekker gevaccineerd. En kan zijn kleinkinderen weer knuffelen. Ja, dat is het allerbelangrijkste voor hem. De familie. Precies. Het is een familieman. Precies. Bart, ik vond het hartstikke leuk. We zijn er doorheen. Ja, het half uur is alweer om. Ik dacht dat ik hier tot 2 uur zat. Nee, je mag wel blijven zitten. Via Pia Douwers leuk? Enig. Nou, die is hier straks. Nou, leuk. Ik blijf nog even. Blijf gezellig. Als je nou een vraag mocht stellen aan Pia Douwers. Ja, dat vind ik altijd leuke vragen. Vreselijke vragen zijn dit. Ja, als je nou één vraag zou mogen aan Pia. Niet twee, maar één. Welke rol zou je nog 1 keer in je leven willen spelen? Hoe kom je op die vraag? Ja. Daar kan ik wel naast staan. Dan gaan we vanmiddag gewoon vragen aan. Ja, gaan we doen, ja. Bart, leuk dat je er was. Jongens, hartstikke leuk. Gezellig. Volgende keer bellen, beeld bellen. Maakt niet uit. We gaan nu aan de mat. Of kom je wat vaker langs? Leuk. Ja, dat is leuk. Ja, dan doen we dat.